Guido Brepels, we zijn vandaag hier in Genk. Jullie hadden een oefenmatch tegen Club YLA na een stage eerder dit weekend. Vandaag was dat een serieuze test, denk ik, hè? Ja, eerste test. Maar ik moet wel zeggen, de meisjes hebben op 2 dagen 6 trainingen gedaan. En we hebben een heel jong team, een heel nieuw team. Zoals je weet zijn bij ons vorig seizoen 13 spelers weggegaan, dus nummer 1 tot 13. We hebben spelers gehaald uit eigen jeugd, uit de omgeving, die volledig in de opleiding hier zitten. En het zal dit jaar met vallen en opstaan zijn, maar wat ik vandaag gezien heb, mag het zeker niet ontgoocheld zijn. Ja, het is in feite bouwen aan een volledig nieuwe ploeg en dat jullie moeten doen. Met het vertrek van een aantal sterkhouders zoals Rieten Loos, onder andere Nathalie Wijtjes ook. Ja, dat is ook zo. Maar wij hebben nu een project, 23. Mm-hmm. En daar willen we een ploeg hebben neerstaan die meedoet voor een titel. Je mag heel eerlijk in. En als je vandaag al ziet, zo een paar speelsters waarmee je al zegt van met die kun je verder. En daar gaan we aan bouwen. Maar wat mij het meest plezier doet, is dat het bestuur heeft zich volledig ingesteld op 23. Ook de mannenvoetbal is zich meer mee bezighouden met ons team. En dat is ook de reden waar ik ben teruggekomen, omdat hier in Genk wil ik iets heel moois maken. En we willen vanaf nu een goede structuur neerzetten, spelers gaan opleiden, ook in de jeugd, en de A-ploeg laten doorgroeien. En als we dat kunnen klaarkrijgen, en wij willen de beste opleiding van België worden, dat willen we hier. Mm-hmm. En als je nu ziet al die jonge meisjes wat hier rondlopen, alleen maar mooi, een heel mooie leuke uitdaging. Ik ga er 100% voor. Ja. Genk Ladies is er een paar keer dichtbij geweest, met onder andere een bekerfinale ook, een tweetal jaar terug. Is de hoop dat misschien dit jaar dat ook eens lukt, een finale spelen nog opnieuw? Ja, daar was ik trainer menig 2 jaar geleden. En ik ben toen gekomen in oktober, had ik 8 meisjes uit de tweede elftal gehaald, allemaal jongeren. Die dat fantastisch gedaan hebben dat seizoen. Vorig jaar vond ik ook aardig, maar niet maximaal een uitgehaald, vond ik. En dan is dat jammer dat die meisjes allemaal weggaan. Ik kan, aan de ene kant kan ik het begrijpen. Ze kunnen hoger op kunnen gaan. Dus gaat de Leuven nu hoger in dan ons. Oké, Anderlecht staan daar. Maar op termijn moeten wij ook kunnen zeggen, Genk is bij de top. En daar moeten we aan werken. Maar het zal minstens 2-3 jaar tijd nodig hebben. Maar dat is toch het leukste wat is. Hè. Ja, en jullie beginnen dit seizoen 28 augustus, denk ik, de vrijdagavond thuis tegen Sporting Charleroi. Dat is op papier een haalbare affiche, want iedereen denkt dat Charleroi de minste ploeg is in deze nieuwe reeks. Vind jij dat ook? Ja, 2 keer geleden was het de minste ploeg. Maar ondertussen hebben ze al 5 internationale binnengehaald. Dat hebben wij absoluut niet. Want dat is hun werking, dat is hun manier van werken. Maar dat maakt ons niet zoveel uit. Bij ons is het toekomstgericht 23. Oké, ik dank u. Veel succes in het nieuwe jaar. Dank u wel en ook veel succes.